Zij gaan strijden om deze beker, om de dennenappel. Een troostprijs voor Twente, een hoofdprijs voor PSV. Het decor en de omstandigheden zijn prachtig hier in Den Haag. Het zijn toch vooral twee ploegen die van een teleurstellend seizoen nog iets willen maken. Met het winnen van deze beker. Dus 2 en 4 van de competitie en met name het zijn van de nummer 2. Dat is even wennen voor FC Twente. De laatste jaren de kampioenschappen aan één reeg. Door die nederlaag. Onderlinge duel met Ajax. Een keer geen landstitel. Die strijd om de landstitel had PSV graag wat meer meegedaan. Zij moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. Loting heeft uitgewezen dat Twente de thuisspelende ploeg is. Opstelling van PSV met op doel. Marielle de Jong. Dat is sowieso al Sayan, want die gaat naar Twente. Achterin K van S. Terug in de basis gaat ten koste van Koeleman. Smits opnieuw op de bank. Die maakte nog de winnende in de finale tegen ADO 2 jaar geleden. Ik heb vandaag bijna gewonnen. Van den Berg, Lisan Alkemade zijn er niet bij door blessures. Probeert het maar zelf. Nu wel de schietkans. En dat schiet niet zoveel. Ja, dat had een goede start kunnen zijn voor PSV. Twente voor het eerst eruit met Jansen. Dat is een goede voorzet. En daar is de eerste kans voor Twente via Annalena Stolze. De linkerkant van Twente, die zo goed loopt. Stolze die wel eigenlijk verkeerd raakt. De hoek van Twente naar de finale was iets lastiger, denk ik, dan die van PSV. In de eerste wedstrijd tegen Ajax, 2-1 gewonnen. Daarna 2-1 van Fortuna gewonnen. Met name die wedstrijd was spannend, want tot 5 minuten voor tijd stond Twente nog met 1-0 achter. Nou, verrassend in de halve finale de belofte van PSV. Mogelijk van afstand van Dijkstra. Olieslagers. Een goede voorzet. Oh, losgelaten. En op tijd teruggevonden, maar ook een overtreding gezien door uitrechter Peters op Danielle de Jong. Ja, dus heeft ze hem klem op het moment dat kaptein daar in komt vliegen. Ja, dat is een goede bal naar kaptein. Kaptein! Afmaken, Wieke Kaptein. Nee, ik denk dat Kalma er beter voor stond. Slim balletje van Elena Dont. Geen buitenspel, omdat Bros nog bij het hangt. Kalma was nog onderweg. Ik snap op zich wel dat de kaptein dit zelf probeert. En natuurlijk de bondscoach. Niet ontbreken bij een wedstrijd als deze. Weer is een gevaarlijke poging van PSV. Ja, maar wel geduldig. Nou weet. Nog geen kop. Kaptein. Kalma. Krijgt hem. Ja! Bij Dont. Die bal tegen de kruising aan. De keeper van PSV stond compleet vast. Ja, ja, ja. Gedaan door Kalma. Ja, die komt aan bij Jansen. Oh, schitterend! Renate Jansen. Individuele klasse die hier de doorslag geeft in een wat moeizame eerste helft voor Twente. Wat een fantastisch doelpunt. Precies hard genoeg die bal van Stolze. Controleren, verre kruising. Ja.
Wat een waanzinnig doelpunt. Stolten. Kalma. Nee, Jansen, excuus. Dat is dom. Een beetje terug en Everaerts met de poging. Brugs. Ook zo'n bal als zojuist van Twente. Die kan Strik net niet bij. Goede actie en een goede paas. Dont, mooi weggedraaid. Dont en ietsje naast, bal ook nog aangeraakt. De Kaagman Brugs in één keer door. Daar is Hulswit voor het doel en een miscommunicatie tussen Olieslagers en Van Domselaar. Nu wel goed gezien dat dit een keurige tackle was. En Kaagman in dit geval. Hulswit. Is dit de corner? Als het geen overtreding op kapitein is. Haakje van Kaagman. Olieslagers die Van Domselaar rekent en andersom. Hoekschop dit. En Ripa aan met de tweede poging. De handen voor het gezicht. Dat realiseerde zich ook dat dit een hele grote kans was voor PSV. Deze is ook gevaarlijk. Maar dan in één keer. Zomaar bijna binnen bij de tweede paal. Het is doorgelopen. Goed meegegeven door Ripa. Daar is Kaagman. Die kan net niet bij de bal. Ripa. Oh! Ik denk op precies dezelfde plek als Twente die paal raakte in de eerste helft. Bijna identiek, ja. Lekker schot, zeg. Het is echt dezelfde plek. Kalma. Gaat bij Dont. Goede opening van Kalma. Veel speelsters voor het doel namens Twente. Everaerts maakt hem vrij. Everaerts in de korte hoek. En 2-0. Geen doelpunt te maken van beroep. Kim Everaerts. Pas voor Twente precies, hè? Ja, prima acties van Everaerts. Die daar eigenlijk drie spelers het bos instuurt. Wegdraait. En dan met haar linker kan afronden. Goed gedaan, hoor. Hij wordt niet aangeraakt. Hij wordt gewoon uitstekend in de hoek geschoten. Nu moet PSV natuurlijk wel echt risico gaan nemen in het laatste kwart van deze wedstrijd. Bij de tweede paal. Ja, eigenlijk heel weinig aan de hand voor Twente, maar staat Strik daar behoorlijk vrij. Deze is toch ook wel op doel mogen komen. Kaagman. Daar is Strik weer en hier. Het is zo'n kopkans. Wat als daar twee keer de Smits had gestaan bijvoorbeeld. Ja, dit had wel echt de 2-1 moeten zijn. Jansen. Met Kolen. Olieslagers. Daar is Dont. Losgelaten. Nou, dan is het nu 3-0. En 1 naar Dont. Voorzet van Olieslagers, dan lijkt die kopbal komt wel te pakken voor de jong, maar laat ze hem los. Dan is de rebound alsnog
voor Elena Donk. Ja, deze kan wel op het konto van Danielle Dion. Gaat Twente nog een keer wisselen. Elena Donk naar de kant, de maakster van de 3-0. Dan komt Bente Jansen. 10 minuten blessuretijd. En deze gaat erin. Dat is lekker binnenkomen voor Bente Jansen. Net dat er wat verwarring is over die wissel. Is het de Jong die hem tegen Jansen aanschiet. En gewoon precies goed voor Twente. Precies verkeerd voor de Jong en voor PSV. Het is afgelopen. Twente wint de Toto KNVB-beker bij de vrouwen. Na een 4-0 overwinning op PSV. Doelpunten van Renate Jansen. Dat was de mooiste en de belangrijkste vlak voor rust. Na rust via Everaerts. Donk en Bente Jansen uitgelopen naar 4-0. Na het mislopen van de landstitel. Dan toch feest voor de Twente vrouwen. De vrouwen, winnaar van de Toto KNVB-beker 2022-2023. Voor de derde keer de beker naar de vrouwen van Twente.